We zitten in een transitie, een verandering wat betreft de energie, het klimaat. En dat lukt alleen maar als we dat met elkaar gaan doen. Koploper op zichzelf is geen doel. Het is geen wedstrijd waar je een cijfer voor moet halen. Ik wil heel graag dat we door kunnen gaan met de ontwikkeling van wind, van zon. En we zoeken ook naar een manier om dat met elkaar hier zo goed mogelijk te realiseren. In te passen in het landschap, mensen erbij te betrekken. Ik ben vooral ook trots op het proces. We waren in 2018 de allerslechtste van Europa. Luxemburg en Malta zitten we meestal mee in concurrentie. Dus Nederland heeft echt nog wel een uitdaging. Het kan echt nog heel veel beter hier. Het zal niemand verbazen dat Flevoland wat dat betreft heel veel kan. Want er gebeurt al ontzettend veel op het gebied van wind. En ook met zonne-energie is Flevoland een van de koplopers. Mensen die hier ook opgroeien, die zeggen ook vaak, ik kom dan binnenrijden in Flevoland, ik rijd de brug over en dan zie ik het Flevolandse landschap en daar horen die molens bij. We zullen toch echt toe moeten naar duurzame energie en een andere manier om onze huizen allemaal te gaan verwarmen. Dat komt allemaal terug wel in die res. En mensen zeggen misschien hier van ja, maar we merken er nog niet zoveel van. Tegelijkertijd zie je, is er geen provincie in Nederland waar zoveel windmolens zijn. Waar dus al zoveel duurzame energie wordt opgewekt. En wat heel erg mooi is, en dat hebben we binnen die RES ook al uitgerekend. Er zijn al zoveel plannen die eigenlijk al zijn opgesteld. Waarbij er al allerlei nieuwe windmolens gaan komen. Wat vindt u ervan als u zo door de provincie kijkt van de windmolens, de zonneparken? Ik denk dat het goed is zo wat ze doen of zo, weet je. Maar ik verdiep me er niet zo in. Je moet wel met de beide benen op de grond blijven staan. Als je niet wilt veranderen, is alles wat nieuw lelijk is. En daar heb ik geen last van. Ja, wat moeten we doen? Moeten we op elektrisch gaan koken? Moeten we gas gaan koken? Ja, kacheltje minder, kacheltje meer. Dus ja, het is heel moeilijk. Zeg Vera, als ik mijn energieverbruik naar beneden wil krijgen, wat moet ik dan als eerste doen? Heel belangrijk is natuurlijk sowieso dat je in je gedrag zorg dat je zo min mogelijk gebruikt. Dat is eigenlijk een inkoppertje. Daarnaast is het heel erg belangrijk om te zorgen dat je huis eigenlijk zo'n warm mogelijke jas aan gaat krijgen. Isolatie. Want alles wat je daardoor kan beperken, is ook weer winst. Ik zie in de verte al Cynthia weer staan samen met de Milouse. Ze zijn bezig met die warmtescan. We zien toch wel dat eigenlijk we hier sprake hebben van een beetje isolatiemateriaal aan de bovenkant van het dak en echt de vloerisolatie die aangepakt moet worden. Wederom weer zeg maar het glas wat een klein beetje aan het lekken hier is, maar ja, begin gewoon bij kleine isolatiemaatregelen, zoals denk aan radiatorfolie, inderdaad wat je net zei, de tochtstrips. Ja, noem maar op. En die warmte gewoon bewaren thuis en zo energie en CO2-reductie te houden. De business case van groene energie is hartstikke goed. He, dus als je, en er zijn nu ook allerlei mogelijkheden om wat dat betreft subsidie te krijgen. Mm-hmm. Dus wacht niet. Onderneem de stap. En als je daar dan hulp bij nodig hebt of tijd bij nodig hebt, neem contact op met Deon. Als je naar de regionale energiestrategie kijkt, dan staat benoemd dat er 1000 hectare zonne-energie in Flevoland zou kunnen komen in tranches van 2x500. Ja, dan stel ik de vraag van hoezo 1000 hectare? Waarom kan er niet meer? Ik heb op mijn sigarenkistje uitgerekend dat we per dag ongeveer 8000 kilometer aan tankauto's aan aardolie verstouwen. Mm-hmm. Dan denk ik, ja, ja. Hoef ik niet heel lang over na te denken dat het niet eeuwig goed blijft gaan. Als je nou alle huidige windmolens en ook alle plannen die eigenlijk al zijn opgesteld, hè, waar dus nu al mee aan de slag gegaan wordt, als je dat allemaal bij elkaar optelt en ook voor zon, hebben we uitgerekend dat alleen in deze regio dus al 13,5% van die duurzame energie voor 2030 hier wordt opgewekt. Dus dat laat wel zien dat we hier hartstikke goed al bezig zijn en al behoorlijk op kop lopen in Nederland. Dan zie je dus die molens die daar draaien, maar dan weet je, die draaien ook eigenlijk dus gewoon voor mij. Dat je niet alleen maar denkt, ik vind het niet mooi en wat heb ik er nu aan? Dat je misschien, ik vind misschien iets, nou goed, moet eraan wennen. Maar ik weet dat daardoor wel mijn energierekening lager wordt. Dus ik hou er gewoon ook echt iets aan over. Dan kan vaker naar de bioscoop nu gaan bijvoorbeeld. Ik denk dat we naar de toekomst moeten kijken. Dat we ook naar de toekomst van onze kinderen moeten kijken. Ik heb niet zo'n hele kleine kinderen meer, maar je zult er toch naar moeten kijken.